Goedemorgen, het is zondag. Ik heb heerlijk uitgeslapen. Ik word echt om 8 uur wakker. Weet je dat je denkt, zal ik verstandig zijn en vroeg opstaan? Het is zondag. Toen deed ik mijn ogen dicht, het was 12 uur. Oké, ik heb lekker al zelf een rijstapje van Roef gehad. En hij is nu broodjes aan het bakken beneden. Dus ga even iets aantrekken en naar beneden. Yay. Oh my god, broodjes. Broodjes. Lekker. En de volgende jam is eigenlijk ook die anders op. Alright, ik heb net gedoucht. Ik ben even mijn zelfruimers aan het uitzoeken. Want ik heb er te veel, ze liggen overal. Ik heb een soort van systeem in de badkamer en hier in een laadje. Ik zal het even laten zien. Ik heb dus één lade en daar heb ik zelfruimers ingelegd die ik dubbel heb. En hier heb ik een lade met bodylotions en random dingen. Het is gewoon, dit is echt de kant met, hier heb ik dan zonnebrandcreme en date, aftersun en dit zijn kwasten en zo. Maar oké, we waren bezig met de zelftuin. Dus dit is zelftuin, zelftuin, zelftuin. Maar dit is allemaal dubbel. Want de andere heb ik dus in de badkamer. En dat ben ik nu aan het uitzoeken. Want ik heb nu dit hier en ik heb nu dit hier. Oh my god, kijk hoe goor dit is door die zelfruiners. Dit is echt heel smerig eigenlijk. Ik weet zeker dat dat... Wat de hel is daar gebeurd? Oh, ik moet die kastjes gaan schoonmaken. Dit is echt heel smerig. Maar eerst moet ik even een systeem bedenken. Want wat is, zeg maar... Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld light medium. Dan heb ik dark. Dan heb ik one hour express. En dan heb ik hier die arrow. En dan heb ik hier nog een milk. En dan heb ik hier ook een dark. En dan heb ik hier 5 minute mousse. Ik heb hier die liquid gold. Ik heb deze nog. Ik heb er een aantal zoals deze. Er zit nog maar een heel klein beetje in. Die moet ik eigenlijk eerst opmaken. Maar ik vind die dan fijner. Dan heb ik ook nog die remover. Die moet dan ook hier. Dan heb ik ook nog make-up. Deze bijvoorbeeld. Hier, dit is ook een oude milk. Spray. Dit is een olie. Deze heb ik nog niet geopend. Die kocht ik in Amerika. Dit is dan allemaal make-up. Misschien moet ik die dan maar gewoon echt bij de make-up gaan leggen. Ik heb eentje voor het gezicht. Hoe ga ik dit doen? Weet je wat, ik ga dit gewoon in zijn volledigheid... Trouwens, daar staat er ook een. In zijn volledigheid leeghalen, want niet te doen. Hier heb ik nog voor het gezicht ook. Ik ga alles eruit halen, kastje schoonmaken, opnieuw indelen. Kijk, de krat komt weer van pas. Wauw, ik haal dit eruit en oh my god, wat is het nasty. Pas als je iets echt goed gaat schoonmaken, besef je hoe vies het is. Och. Trouwens, ik heb het systeem gehad dat ik dit ook in het kastje had. Maar ik merk gewoon dat het niet handig is, want ik gebruik het toch eigenlijk bijna alles 2 keer per dag. Moet ik het weer uithalen, moet ik het weer indoen. Dus ik laat gewoon hier dit staan. En de rest gaat weer naar binnen. Maar eerst schoonmaken. Done. Tada! Oké, skincare. Body lotion. Hier zijn overige dingen die ik af en toe gebruik. Zoals babypoeder. Dit is dan tanning milk die ik eens in een paar dagen dan gebruik. Nou, hier extra SPF en zo. Mijn haarproducten. Dan heb ik hier het systeem bedacht van zelfpruiners. Niet allemaal, alleen degene die ik nu veel gebruik. En dan de scrubs ook hier. Dus de scrubs, scrubhandje. Speciale BHA body lotion die ik gebruik. Dus zeg maar, dit is tanning area en heb ik hier maskers gedaan. Potjes, maskers. Zo, en de bad, want er lagen badballen daar, die heb ik in een lijn in de slaapkamer gedaan. En ja, jee. Een wrapje. Kindertjes. En deze, de queen. We gaan weer hem mee stil kijken. Crazy. Een handmade stil. Oké, we hebben weer mensen stilgekeken. Ongelooflijk, ongelooflijk goede serie. Ik ga hem nu klaarmaken, want we hebben een etentje met de Wrong Agency. En alle mensen die daaronder vallen, dat is ik, Foefje, Marije en Jessie. Dus het wordt heel gezellig. En dan met Max, de big boss, of course. Ik ga even aankleden en opmaken. Alright. Ik gebruik nu deze de laatste tijd vaker. Dat is die Hard Candy Pore Defense Primer Serum. Oil free, silicone free. Gaat best goed volgens mij. Maar gisteren gestyled. Even de voorste plek opnieuw stylen. Het zit voor geen meter. Als ik het stijl, dan zie je pas hoe weinig haar ik eigenlijk heb. Nou ja. Oké. Ik heb mijn haar maar zo gesteld. Ik twijfel over de oorbel. Dat is een beetje too much met die stippen, denk ik. Nee, dat gaat toch andere worden. Oké. Ja. Lang mijn haar niet meer stijl gehad. Hoeps en denk ik beter. En dan zo. En dit is mijn look. Dit jurkje is volgens mij van Most Wanted.
Vind ik super cute. Dan deze schoenen van Boohoo. En dan mijn lichtroze Gucci tasje. Vlogcamera neem ik niet mee. We gaan lekker uit eten. Ik maak misschien wat shots met de vlogcamera. Oké, de geur die ik op doe is... Versace, denk ik. Ja. En dit ga je gewoon niet menen. Dit ding is kapot. Maar niet gewoon fixbaar kapot. Maar gewoon echt het stuk is afgebroken. Dus dat is top. Fantastisch. Nou, dan gaan die sleutels er maar in of zo. Jeetje. Kleintje. Toch maar naar deze gewisseld. En we zijn uren later weer thuis. En het was super gezellig. Kijk hoe leuk dit cadeautje is. Plantje van Max. En na het eten hebben we hier nog een afterparty gehad. Maar iedereen is inmiddels naar huis. Ik ga de vlog afsluiten. Wel, Twister, bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei.